Goedemorgen allemaal, hier vandaag een kleine vlog. Namelijk, wij gaan straks naar de dierenwinkel. Ik praat een beetje zachtjes naar de dierenwinkel. Mijn ouders hebben gisteren een bonte boefje of zoiets gezien. Geen flauw idee. Bonte boertje gezien. En twee kleine dwergara's. Die kun je dus gewoon in huis houden. Superleuk. Mij lijkt het ook serieus echt wel heel erg leuk. Mijn ouders wilden ze niet nemen. En ik zat gisteren echt van, joh, neem ze nou gewoon. Superleuk, super schattig. Ze kunnen niet vliegen, want ze zijn gekortwiekt. Dus ze kunnen wel gewoon lekker op je arm lopen en zo. En we gaan vandaag, tenminste mijn moeder wil vandaag weer kijken. En dan ze eventueel, of één eventueel nemen. Dus ik ben heel erg benieuwd. En daarom dacht ik van, ik neem jullie mee. Want ik heb een beetje een hekel aan vogels. Zoals de parkiet beneden en zo vind ik super eng als die op je komt zitten of zo. Dus laat staan een dwergara. Dus ik ben heel benieuwd in ieder geval. Ze pikken, ze zijn al heel tam. Ze praten en ze geven kusjes. En... dus ik ben heel erg benieuwd wat dat dus gaat worden. Ik hoop dat ik niet weg ga rennen of zo. Want dan werkt het natuurlijk ook niet. Mijn moeder zei al van, joh, als jij nou ook gewoon een beetje vasthoudt en een beetje mee praat. Dan gaat het vanzelf waarschijnlijk allemaal wel lukken om hem mee te nemen naar huis. Dus we zullen zien. Ik ben heel benieuwd. Hallo, excuseer, wat denk je van mij? Jij vraagt mijn naam en niet van je wijk. Ik ben dat je weer, ik ben jouw droom. Je jaagt erom los, maar je bent toch zo mooi. Je stapt op me af, jij mag er zijn. De muziek zweeft ons op en je... Ik ga zo weer met mijn opa, oma, neefje en tante naar het dorp. Want daar schijnt in ieder geval een jaarmarkt of zoiets te zijn. We hebben het vogeltje niet genomen. Hij was €495. De allereerste die... ik heb ook een keer de hik. De allereerste die jullie zagen. Ik vond het ziek. Ik vond het echt best wel jammer hoor. Ik vond hem zo leuk. Hij was zo tam. En ik kon helemaal bij je zitten. En ik vond hem echt super leuk. Maar ja, in ieder geval. Ik ga zo meteen eventjes in het dorp shoppen. En een beetje rondkijken en zo. Dus ja. That's it. Mijn pa is nog even langs gauw langs de Mac geweest om te plassen. En eventjes een ontbijtje te halen. Want die is nu dus werken. Wij zijn terug gaan met de metro. Zoals jullie misschien hebben gezien. Mijn moeder en ik. En ja. We gaan dus zo meteen naar het dorp. Over ongeveer een uurtje. Waarom lig ik naast mijn kussen? Serieus. Mijn opa en oma zeiden serieus een uur geleden. Of meer zelfs. Ja, we komen iets ophalen om 12 uur. Het is nu. Waar is mijn mobiel? Nog ongeveer 10 minuten en dan is het dus gewoon fucking 1 uur. Check mijn achtergrond hoe lauw die is. Pizza. Dus ja. What the hell do I have to do now? Nothing. Ik zit gewoon fucking op mijn laptop niks te doen nu. Oh mijn god. I'm so boring. Hallo! Let's go.
dus op. En slaan. Ja. En blijven lachen, hè? Kom op. Niet hard slaan, hè. Niet hard slaan. Goed zo. En op de bal. Oké, we doen de handen dus omhoog. Zo, niet even weer. Omhoog. Omhoog. En op de bal. Dat zijn ze weer weg. Doe ze het gewoon nog een keer. Ja, je mag hem zo meteen komen bedanken. Ze zijn al die kinderen weg. Rustige avond. En eindelijk een keertje rustig op je gemak. Zeg, maar zijn jullie er nog? Laat je zien. Laat maar zien. Laat jezelf maar zien. Ja, oh, ja, daar zijn ze. Applausje voor jezelf, jongens en meisjes. Goed gedaan. Je ouders geven al gelijk een applaus. Hartstikke leuk. Keurig. Zo, hey, ja. En dat hebben ze hartstikke goed gedaan. Maar dit waren de jongsten voor vandaag. En wij hebben vanmorgen een van zeg. Ik heb het super leuk gehad. Ik heb geshopt. Ik heb nieuwe dingetjes gekocht. Een shirtje, een broek en een aantal andere dingetjes nog. En ja, het is ons ondergang super nice. En ja, verder heb ik gewoon echt best wel een leuke dag gehad. Het was super gezellig. Alleen een beetje pijn in mijn voeten door deze schoenen. Maar ja, in ieder geval ben ik heel erg blij. Alleen ik hoorde dat mijn moeder weer niet zo lekker was geworden. Dus ja, ik ben nu onderweg naar huis toe om te kijken hoe het met haar gaat. En mijn pa is niet thuis, die is werker. Dus ik hoop dat het al zo goed met haar gaat. Ik ben alweer heel even thuis, jongens. Ik heb me even omgekleed, gewoon een pyjama aangedaan. Lekker simpel. Of niet, ja, pyjama, gewoon een lekker los shirtje en een lekker trainingsbroek. Ik ben nog dit even, het zijn mijn oude broeken. Die gaan weg of naar een kringloop of goed doel of zoiets. Morgen even terug naar de New Yorker misschien. Om deze terug te brengen. En ja, that's it. Verder heb ik vandaag niet heel erg veel gedaan. Natuurlijk wel weg geweest en zo. Maar verder niks bijzonders. Nadat jullie allemaal gezien hebben. Wel bij mijn opa en oma gegeten en zo. Was eventjes gewoon chill. Lekker. En mijn moeder gaat het goed. Volgens mij nu. Ze ligt even te slapen op de bank. Dus... ja, als jullie deze vlog leuk vonden, geef deze video een blauw duimpje omhoog. Ik zie jullie heel erg snel weer. Goodbye.